Willem Holleder is in zijn cel gearresteerd op verdenking van het beramen van 3 moordaanslagen. Op zijn zussen Astrid en Sonja en op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat onthulde het Openbaar Ministerie vandaag tijdens een pro forma zitting. En onze misdaadverslaggever John van den Heuvel die was daarbij. John, wat heeft het OM gezegd? Nou ja, een zeer ernstige beschuldiging in de richting van Willem Holleder. De beschuldiging komt erop neer dat hij vanuit de extra beveiligde inrichting waar hij zit contact heeft gelegd met 2 medegedetineerden. Dat zou gaan om 2 Curaçaose knapen die lid zijn van de NLS. Mm-hmm. Dus de No Limit Soldiers. Dat is een beruchte straatbende op Curaçao. En hij zou tijdens het luchten, of in ieder geval tijdens momenten dat hij met ze samen was, opdracht hebben gegeven om een bepaald telefoonnummer te bellen. Daar zou een geheime code bij zijn gegeven. En daarmee met dat voeren van dat telefoongesprek zou een moordplan in werking worden gesteld om zijn 2 zussen, die belangrijke getuigenverklaringen tegen hem hebben afgelegd, en Peter R. de Vries te laten vermoorden. Ja. En waarom wil hij zijn zus laten vermoorden? Omdat ze getuigen tegen hem? Ja, dat is natuurlijk dat zou het motief kunnen zijn. Althans, dat is het motief in het oog van het Openbaar Ministerie. Zijn zussen worden nu door de rechtercommissaris gehoord in deze periode. Dat is eigenlijk voorafgaand aan de rechtszaak tegen hem. En het zou hem natuurlijk heel goed uitkomen als die uiterst belastende verklaringen niet verder kunnen worden afgelegd. Als zijn zussen iets zou worden aangedaan. En het zou hem daarbij ook makkelijker worden gemaakt om eventuele eerder afgelegde verklaringen te weerleggen. Ja. Dus dat motief, dat is wel duidelijk. In hoeverre het moordplan al daadwerkelijk in uitvoering was, dat bleef vanochtend wat onduidelijk. Want zou een aanbetaling al zijn gedaan? Ja. Zou zelfs bedragen genoemd zijn? Ja. Ja, er zou een aanbetaling zijn gedaan van €5.000. En voor het totaalpakket zou er tussen de 65.000 en €70.000 worden betaald. Gezien de geschiedenis van Holleder heeft het Openbaar Ministerie dat zeer serieus genomen. Het is natuurlijk in eerdere processen tegen Willem Holleder al voorgekomen dat er belangrijke getuigen werden geliquideerd. Ja. Ik denk dan aan Willem Enstra, exact, ja. Kees Houtman, Thomas van der Bijl. Dus men heeft een heel onderzoek opgetuigd. Men heeft ook die 2 NLS-leden gehoord. Die zijn inmiddels overgeplaatst vanuit de EBI. En het Openbaar Ministerie heeft toen gemeend, en dat is vorige maand gebeurd, om Holleder in zijn cel te arresteren. En hem met die informatie te confronteren, ook met de bedoeling natuurlijk om de zaak stuk te maken. Natuurlijk ook opmerkelijk dat hij vastzit in die extra beveiligde EBI in Vught. Ja. Dat hij het blijkbaar toch mogelijkerwijs voor elkaar krijgt om zo'n opdracht te geven. Ja, ik ben daar toevallig gisteren geweest. Dat was in het kader van een ander bezoek, maar ik heb ook een rondleiding gehad door de EBI. Het is zo dat die inrichting inderdaad extreem goed beveiligd is. Dat eigenlijk alle contacten tussen gedetineerden en de buitenwereld worden afgeluisterd. Dus dat was ook wel het makkelijke aan dit onderzoek, dat men naar de hand kon terugluisteren wat er nou eigenlijk naar de buitenwacht was gecommuniceerd. Het enige zwakke punt in de beveiliging van de EBI is dat er toch onderling contact mogelijk is tussen gedetineerden. Onder andere op de luchtplaats, maar ook in een soort huiskamer waar ze dan delen van de dag met elkaar kunnen samen zijn. En die gesprekken kunnen niet worden afgeluisterd. Dus men kan dan wel via camera's zien dat er contacten zijn, maar niet wat er wordt gezegd. En dat is in dit geval dan toch een handicap geweest. Een mogelijkheid geweest, althans in ieder geval in de ogen van justitie, om dit soort plannen te beramen. Nu was vanochtend die pro forma zitting. Daar heeft het OM gesproken, maar de advocaat van Holleder heeft ook gereageerd. En Holleder zelf heeft ook een verklaring afgelegd. Hè? Ja, die heeft ontkend dat er sprake was van het beramen van een moordplan. Hij heeft in een korte verklaring zelf gezegd dat hij niet wil dat zijn zussen en ook Peter R. de Vries iets wordt aangedaan. Hij richtte zich ook tot de rechtbank en hij gaf ook aan tegen de rechter van u houdt mij verantwoordelijk als er iets met hun gebeurt. Dus ik wil dat absoluut niet. En hij veegde op die manier eigenlijk dat verhaal van tafel. Ja, het Openbaar Ministerie stelt daar tegenover dat ze erg van overtuigd zijn dat dit wel een serieus moordplan is geweest. Daar ook verklaringen voor heeft overlegd en ander bewijsmateriaal. En het OM heeft vanochtend ook gevraagd om in ieder geval het voorarrest onder die extreem zware omstandigheden en onder dat zware beveiligingsregime, om die in ieder geval de komende tijd toch voor te zetten. Ja. Hoe gaat het nu verder? De zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. De getuigen zullen verder bij de rechtercommissaris worden verhoord. Er zal nader onderzoek plaatsvinden. Holleder heeft zelf ook al een aantal verklaringen afgelegd. En ja, die verklaring wordt nu allemaal getoetst door de recherche om te kijken of die kunnen kloppen. Of dat er onduidelijkheden of onwaarheden in zitten. En dan zal vermoedelijk na de zomer of ergens in de zomer zal er weer een pro forma zitting plaatsvinden.
En dan nog even de rol van de advocaat van Willem Holleder, Stijn Franken. Ja. Daar was eerder deze week wat gedoe over, belangenverstrengeling, omdat hij eerder een van die zussen van Holleder heeft bijgestaan. Ja. Misschien zou hij zelfs zijn werk gaan neerleggen, daar is geen sprake van, hè? Nee, dat is niet gebeurd, in ieder geval vanochtend niet. Hij heeft wel aangegeven dat het hem toch wel wat doet, dat hij op deze manier zijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Dus natuurlijk, Stijn Franken is iemand met een tot op heden onberispelijke reputatie. Er is nu natuurlijk een tuchtklacht tegen hem ingediend. Dus dat vindt hij vervelend. Maar hij heeft ook gezegd, misschien zou ik de zaak normaal gesproken wel neerleggen. Maar eigenlijk is er in Nederland geen andere advocaat die zo goed ingevoerd is in deze zaak. En ik zou mijn cliënt ernstig tekort doen als ik nu de verdediging zou neerleggen. En zou Holleder eigenlijk niet meer de verdediging krijgen waar hij gezien zijn status en positie wel recht op heeft. En hij blijft dus de advocaat van Holleder vooralsnog. Jij blijft uiteraard de zaak volgen, zeker. Want het is zeker nog niet het laatste wat hierover gezegd is. Nee. John van Heuvel, dankjewel. En tot zover voor nu. Meer video's en verhalen uiteraard op onze website en in de apps van De Telegraaf.